Welkom bij deze quarantainekas in Wageningen. Ik ga jullie vertellen wat we dan hebben gedaan om deze kas quarantaineproef te maken. En daarnaast een korte rondleiding geven wat erbij komt kijken om in en uit een quarantainekas te gaan. Allereerst, de NVWA stelt strikte regels aan een quarantainekas. En zodoende hebben wij ook de nodige werkzaamheden verricht om quarantaineproef te maken. Onder andere waterproef gemaakt tot een hoogte van ruim 2,5 meter. Vloer is waterproef. We hebben de raamcassettes, venstercassettes, nieuwe netten aangebracht. En vervolgens eigenlijk alle mogelijke gaten die er kunnen zijn, dichtgemaakt. Om zodoende toch te gaan starten in deze quarantaine. Mensen komen hier apart via een aparte ingang naar binnen, aan de achterkant van het terrein. Waar ze de auto kunnen parkeren op de parkeerplaats die voor hen is aangemaakt. En komen in een apart uurtje, komen ze de kas naar binnen toe. Dan komt men hier een aparte ruimte waar men zich kan omkleden. Allereerst hun eigen kleding uitdoen. Waarna ze een sectie verder de bijenkleren aandoen om in de volgende stap in het quarantainezone terecht te komen. Ik wil toch de mensen de gelegenheid geven om een normale lunch- en koffiepauze te nemen. Daarvoor hebben we deze aparte unit aangebracht. Waarin men een drankje kan nemen, kan eten, maar toch nog steeds in de quarantainezone zijn. En dat wordt alleen gebruikt voor de desbetreffende personen die in die zone werken. Ik ben in bijenkleding. Ik ga zometeen nu het sluis in. Daarvoor ga ik zo meteen de deuren openen. De belangrijkheid van de sluis is dat er door middel van overdruk het virus binnen blijft en niet naar buiten gaat. Ik doe mijn schoenen uit, mijn witte schoenen. Ik trek het pak aan. Ik stap over het bankje, doe de andere deur open. Daar doe ik mijn veiligheidsschoenen aan. En zodoende kan ik de werkzaamheden starten in de kas. Nou, we zijn klaar met de werkzaamheden. We kleden ons om. We gaan goed douchen, zodat al het TORV-virus verdwenen is. En trek onze eigen kleren aan. En afhankelijk van de werkzaamheden gaan we of naar huis of we gaan wat andere werkzaamheden doen.